Het leven bestaat voornamelijk uit ontmoetingen en afscheiden, met momenten daartussen. Dat zei ooit mijn vader tegen mij, de allereerste keer toen ik Algerije ging verlaten. Maar het rare, ik had er helemaal geen moeite mee om het land te verlaten. Ik was juist heel blij om weg te gaan. En iedere keer daarna, als ik in Algerije was, dan was ik blij als ik weer terug was in Nederland. Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, voelde ik me vrij. Ik voelde me meteen thuis. Ik ging op straat tekenen. Ik ging spelen op straat. Ik danste met voorbijgangers. Ik hield trams tegen. Ik maakte mensen aan het lachen. En de mensen maakten me gelukkig. Niemand stoorde zich aan mij. Iedereen vond het leuk. De politie heeft me nooit aangehouden. Ik heb zelfs met stenen tegen de voorruit van hun auto gegooid. Natuurlijk een vopsteen. En ze vonden het grappig. Dat is iets wat ik nooit had kunnen doen in Parijs, waar ik voorheen woonde. Want dan werd ik aangehouden door de Franse politie. En in een cel opgesloten. En dat heb ik meegemaakt. Een paar keer. Maar op het Leidseplein was het anders. Dat is een magische plek. Dat is mijn podium. Dat is mijn theater. De plek waar ik beroemd werd, waar ik ontdekt werd. Het Leidseplein in Amsterdam. Amsterdam, stad van tolerantie en solidariteit met andere volkeren. Elke week was er bijna een demonstratie. Het zij tegen Pinochet of tegen de apartheid of tegen kernwapens of tegen de Centrumpartij. Een extreemrechtspartij van Jan Maat. De Wilders van toen. Nostalgie. Een lachertje. Want die man had nooit kunnen bereiken wat Wilders nu heeft bereikt. Dankzij de normen, de waarden en de principes van mensen van toen. Maar waar zijn die mensen? Waar is de gastvrijheid? Waar is de tolerantie? Waar zijn de principes? Waar zijn ze gebleven? Waar is Nederland? Nederland waar ik trots op was. Ik heb het gevoel dat we lam geslagen zijn door opportunisme, door onverschilligheid, door geld. Door de Ruttes, door de Verhagens, door de Wilders, of Europa, of de crisis. Of misschien ben ik een oude lul aan het worden, dat kan ook. Maar één ding weet ik zeker, ik heb er voor het eerst moeite mee om afscheid te nemen van Algerije, om naar Nederland weer te gaan. Algerije, waar mijn wortels liggen, waar mijn takken liggen in Nederland. Nederland, het land waar ik herboren ben. 32 jaar geleden.